De N50 moet hoe dan ook volledig worden verbreed, omdat het nu een gevaarlijke weg is die in de toekomst alleen nog maar drukker en gevaarlijker wordt, vindt CDA-raadslid Johan Goos. Het is een regionaal hele belangrijke weg. Het zou eigenlijk een gezamenlijk belang moeten zijn dat wij allemaal willen dat die weg 2x2 wordt. En ik zie het probleem ook eerlijk gezegd niet. Dat is de reden dat het CDA Noordoostpolder op 1 maart een motie heeft ingediend waarin wethouder Anjo Simonsen de opdracht krijgt om te laten onderzoeken wat het kost om de Rijksweg N50 volledig te verdubbelen. De gemeenteraad van Noordoostpolder stemde unaniem voor de motie van het CDA. De economie is gigantisch aangetrokken de afgelopen jaren. De intensiteit van de weg is gigantisch toegenomen. Er staan elke dag files staande bij Kampen. En ja, het wordt ook de dodenweg genoemd. Er moet ook in het kader van de veiligheid echt een keer wat aan die weg gebeuren. Naar schatting zijn er zo'n 25.000 vervoersbewegingen per dag. Op het deel van de weg dat enkelbaans is, gebeuren regelmatig ernstige ongelukken, waardoor vertragingen ontstaan. Ook wordt er op de weg geregeld over de doorgetrokken streep ingehaald. Nou ja, ik heb op internet gekeken. Wat ik in ieder geval daarvan afgehaald heb hier de afgelopen jaren, dat er ongeveer rond de 25, de afgelopen 4, 5 jaar, 25 gewonden zijn gevallen. En een 6, 7-tal dodelijke slachtoffers. Ja, ik bedoel, het is gewoon echt een hele gevaarlijke weg. De chauffeurs van transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord hebben iedere dag last van de gevaarlijke situaties op de N50. U hoort eigenaar Harm van Wieren. Enorm veel last. Onze chauffeurs die raken er enorm gestrest van. De personenauto's die halen je in op de gekste momenten. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Ook staan er regelmatig files bij Kampen, omdat de verkeersintensiteit toeneemt door in- en uitvoerend verkeer vanuit Kampen en Dronten. De oplossing is volgens velen het verbreden van de resterende stukken van de N50, vindt ook Harm van Wieren. Steeds meer ondernemers die komen naar Emmeloord, naar de polder, om zich hier te vestigen. Dus de verkeersintensiteit zal alleen maar toenemen hier. Op dit moment loopt er een ramingsonderzoek naar de kosten om het stuk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen te verbreden. Het deel tussen Kampen en de Ramspolbrug wordt daar niet in meegenomen. En het deel na de Ramspolbrug tot aan knooppunt Emmeloord is al 2x2 baans. Dat is half werk en dat moet je dus niet willen. En het is ook een verkeerd signaal naar de Rijksoverheid. Ach, in het noorden nemen ze wel weer genoegen met een halve weg. Maar volgens wethouder Simonsen is het volledig verbreden van de N50 een te grote vraag op dit moment. We hebben echt het maximale gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag. En ik heb al eerder gehad, je merkt in bestuurlijke land, je kunt echt gewoon de grenzen opzoeken, maar je kunt er ook overheen en dan sta je op een duur buiten spel. Wat kost dat nou, dat hele project? Het gedeelte waar nu het ramingsonderzoek voor is, van Kampen naar Hattemerbroek, praten we naar onze eerste inschatting over tientallen miljoenen. Maar dat moet dus het ramingsonderzoek weergeven. Hebben we het over 30 miljoen of hebben we het over 80 miljoen? En het gedeelte waar de motie over gaat, daar hebben we het met de eilandbrug gauw over 200, 300 miljoen. Nog even de redenen waarom de verbreding van de N50 noodzakelijk is. Het is een belangrijke verbinding tussen de A6 en de A28. De toenemende verkeersdruk, minder ongelukken en files en de economische groei in de regio wordt bevorderd. Binnenkort zal de wethouder in gesprek gaan met alle partijen.